Achtste koers, het hoofdnummer van vandaag. Sprintkampioenschap der vierjarige Duindicht. 609 meter, vierjarige paarden. En dan zien wij zowaar de derbywinnares Fidelity Rhythm. Meestal wordt hier gereden John de Leeuw, maar John zit nu achter Fabio Bianco. En de perfecte nieuwe rijder is André Bakker. André, hoe heb jij Fidelity Rhythm wel eens eerder gereden? Ja, ik heb hem één keer gereden op Vincennes in Parijs. En toen waren we vijfde. Toen was er niet 100% goed, maar we sleepten er toch nog een vijfde plek in. Dat was een bijzondere plek om te rijden. Nu dus op Duindicht. Wat denk je ervan? Ja, de Fidelis is niet helemaal een sprinter. Dus van start moeten we kijken of we goed weg kunnen komen. En dan moeten we onderweg zien of, hoe het verloopt, de koers verloopt. Het paard kan geweldig finishen, dat hebben we natuurlijk altijd gezien. Heb je een beetje een tactiek in gedachten? Nee, ik ben eens van plan om gewoon te kijken wat er van huis uit gaat gebeuren. Wie zijn positie kiest. En er staan een paar snelle beginners aan de binnenkant van me. En dan ga ik kijken hoe dat verloopt. Wie is je beste tegenstander, denk jij? Filene Boko is natuurlijk erg sterk. Fabio Bianco is erg sterk. Veen Boko is een sprinter. Ja, er staan stukken wat goede vertrekkers in. Facebook onder andere, ja. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Achtste koers, laatste koers, sprintkampioenschap der vierjarigen. Het hoofdnummer van vandaag, acht paarden, acht hele goede vierjarigen. En één daarvan is Frankie Lobel. Ja, Frankie heeft natuurlijk Noorwegen gehad, Duitsland. Hij heeft nu een paar weken even een beetje rustig aangedaan. We hebben de training ook iets teruggenomen. Maar sprinten ligt hem wel, want zijn startsnelheid is enorm. Dus dat is in zijn voordeel hier vandaag, start nummer één. Wat vind je van de kwaliteit van de koers? Ja, het is een goede paard natuurlijk. Kijk, Facebook is op papier vermoedelijk het beste paard. Maar met nummer 8 over de sprint is niet eenvoudig. Feline Boko laat zich echt verschrikkelijk aanzien. De Wolf gaat tegen goede deelnemers. Dus die is natuurlijk ook goed genoeg. Fidelity Rhythm is wat minder in vorm, lijkt mij. Maar het is wel een merrie die je nooit mag uitschatten. Omdat ze koers eigenlijk altijd tegen de betere paarden. Ook in Berlijn liep ze tegen de topklasse eigenlijk. Dus dat zijn wel de vier paarden. Ja. En Fabio Bianco, die voor het eerst eigenlijk de top opzoekt. Is dat lastig voor zo'n paard, denk jij? Ik denk wel dat het lastig is, ja. Zeker geen slecht paard, ook een goede tijd getoond hier ook. Maar ik denk dat dit toch net weer een ander niveau paarden zijn dit. Maar Frankie die kan daar prima, die voelt zich daar prima tussen. Ja, zeker met dit nummer. Dus plekje bij de eerste vier? Ja, anders schrijven ze niet in. Succes. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor het sprintkampioenschap der vierjarige 1609 meter de afstand onder nummer 1 Frankie Lobel, Hugo Langeweg junior. De 2 Veen Boko, Jeffrey Miras. De 3 Feline Boko, Robin Bakker. Nummer 4 Fidelity Rhythm, André Bakker. De 5 Freeway Fortuna, Hugo Langeweg senior. Nummer 6 Fabio Bianco, John de Leeuw. De 7 Future Boko, Frans van der Blonk. En de 8 Facebook, Rick Ebbingen. Paard achter de auto, 200 meter nog voor het startpunt. Honderd meter. Vijftig meter. Dertig meter. Start is gevallen. Paarden zijn gestart voor het sprintkampioenschap der vierjarigen. En het is na de start op dit ogenblik zien we de galoppade voor Veline Boko. Die volgt aan de start van het veld en de leiding is genomen door Veen Boko. Veen Boko is de leider op de tweede plaats. Volgt dan aan de binnenkant Frankie Lobel. Aan de buitenzijde komt Future Boko naar voren. En Frans van der Blonk die heeft oog op de leiding en wil die kop overnemen. Maar of Veen Boko en Jeffrey Miras die zomaar afstaan is een open vraag. Derde trekt mee aan de binnenkant Frankie Lobel. Zo gaan we de laatste. Ronde in. Vierde is de derby winnaar Fidelity Rhythm. Daarachter volgt Freeway Fortuna met Fabio Bianco, Facebook. En op jacht na aansluiting is Feline Boko. Als de deelnemers de bocht hebben gerond en de laatste 1000 meter ingaan, waar Veen Boko het tempo bepaalt. Veen Boko met anderhalve lengte voorsprong op de tweede plaats Frankie Lobel. Aan de buitenzijde Future Boko. Dan volgt Fidelity Rhythm met Freeway Fortuna. Daarachter Fabio Bianco. Gevolgd door Facebook en aangesloten is reeds weer Feline Boko. En dat is al een teken dat het tempo niet bijzonder hoog ligt.
als de paarden halverwege de overzijde zijn gekomen en richting laatste bocht gaan. Met aan de kop Veenboko. Veenboko, drie kwart lengte voorsprong. Frankie Nobel tweede, dan volgt Future Boko. Met daarachter dan Freeway Fortuna. En achter Freeway Fortuna volgt dan de hele rest, waaronder Fidelity Rhythm, Fabio Bianco, dan Veline Boko. En Facebook is nog altijd Tail and Charlie als de paarden de bocht doorkomen en richting laatste rechte lijn trekken met Veenboko voor Frankie Nobel. Veenboko de leider voor Frankie Nobel. Wat gaat er nog gebeuren vanuit het achterveld? Veenboko blijft daar niet op wachten en heeft 2,5 lengte voorsprong genomen op Frankie Nobel. Daarachter Veline Boko aan de binnenzijde, aan de buitenzijde Freeway Fortuna met Fidelity Rhythm. En zo gaan we dan de laatste 200 meter in. Veenboko leidt nog altijd. Veenboko 2 lengte voorsprong. Wat komt er nog uit het achterveld? Daar komt nog Fidelity Rhythm naar voren. Fidelity Rhythm komt heel snel en die gaat erop en erover. Fidelity Rhythm is de leider en is de winnaar. Fidelity Rhythm close voor de tweede plaats, Freeway Fortuna. Dan zagen we de lange leider Veenboko. En verder weg in het veld er nog Fabio Bianco, die de laatste rechte lijn ook nog vele meters heeft goed gemaakt.